Baks wel een ruimte. Die ligt er ook bij Ouwejan. Ja, Baks gaat de andere kant op. Kiest voor de paas op Zeuntjes. Ja, die is heel goed. Ja, wat een assist toch weer. Mats Zeuntjes scoort. Wie is eigenlijk Wout Weghorst is de grote vraag. Want de vervanger van Weghorst heeft na iets meer dan 5 minuten zijn doelpunt al gemaakt. 9 van de 10 spelers zouden als nummer 10 die bal nu toch meegeven aan linksback Ouwejan. Kijk, die loopt hier nog helemaal vrij. Die denkt ook, waarom krijg ik die bal niet? Nou ja, omdat Jahan Baks op de nummer 10 positie altijd iets beter ziet. Geweldige assist van Alireza Jahan Baks. En het tweede doelpunt van het seizoen voor Mats Zeuntjes. Jahan Baks. Til. Diepte is bij Idrissi. Het is gezien weer door Jahan Baks. Dit zou zijn tweede assist moeten zijn. Geen buitenspel blijkbaar. Idrissi kapt. Idrissi scoort niet. Het is absoluut geen buitenspel. Ja. Het is weer Jahan Baks. Het moet toch wel uitermate prettig zijn om met iemand te voetballen die het zo goed ziet. Ja, hij weet ook wel dat die bal er eigenlijk in had gemoeten. Idrissi geeft mee. Daar is de volgende kans alweer in aantocht. Voor AZ. En hij zit erin. Nu maakt hij hem zelf. Hij heeft een assist en een doelpunt alweer op zijn naam. Alireza Jahan Baks. En ook deze assist mocht er zijn trouwens. Van Idrissi. Nog 1 kwartier bezig. En AZ snijdt zo makkelijk door die verdediging van Willem II. Onvoorstelbaar. Het is goed ineens gegeven door Idrissi. Het is uitstekend afgemaakt door Jahan Baks. Maar je vraagt je dus toch ook wel af. Waar ze bij Willem II achterin mee bezig zijn. En geef aan Til. Dat was althans het idee. Oeh, slordig. Het uitverdedigen. Til moet hem breed leggen. Jahan Baks. En de redding. Oh, de rebound. Lijkt voor Idrissi te zijn. Maar het is voor Brandenhorst. Jahan Baks had hier zijn tweede moeten maken. Even een slordigheidje van AZ. En als Koopmeijer dus eigenlijk op het verkeerde moment dan even wat druk probeert te zetten, ligt er toch wel wat ruimte voor ook Betje. Die stuurt wat mensen weg. Heeft de paas. Heeft het schot. En schiet er maar bijna in. Lekker uithaal van Bartholomew Betje. Mietje. Jahan Baks. Daar is Idrissi. Volgende kans op een derde treffer voor AZ. De man van de bijna assist. Dat mag geen verrassing zijn. Dat is namelijk weer Jahan Baks. De bal over Bizot. En daar is wellicht de kans. Daar is zeker een kans. De bal van de lijn gehaald. En blijkbaar niet met de hand. Blijkbaar niet met de hand. Al hebben ze bij Willem II daar hele andere ideeën over. Ook Betje kopt. Zeuntjes op de lijn. Met de schouder, zou ik zeggen. Nou, het zou ook zo aan de bovenarm kunnen zijn, hoor. Oh. Til. Idrissi probeert daar los te komen. Oh, dat lukt uiteindelijk ook nog. Idrissi. Schot van Koopmeijers. Net voorlangs. Van de Koopmeijer is strak. En daar geldt ook Betje. Mietje vangt op. Daar is Mietje weer slim gelegd. Buiten schiet. En de redding is voldoende? Nee? Ja, wel dus. Net voldoende. Mietje legt terug. Buiten schiet. Brandenhorst redt. Eigenlijk niet overtuigend. Maar overtuigend genoeg dus. En dan is daar het moment voor de wissel. En het is ook Betje die eruit gaat. En daar zijn ze hier niet zo blij mee. Ja, ze moeten 2 keer scoren. En dan had hij de man van 8 treffers. Weliswaar ook met geel. Maar toch, eraf. Nou, het publiek niet eens met die wissel. Svensson, Jahan Baks. Svensson, mooi gecombineerd. Goed teruggelegd. Oeh, fraaie aanval hoor. Til bijna die hem afrondt. Lang niet zo spectaculair als de eerste helft tot nu toe. Die tweede helft die toch al 20 minuten bezig is. Tsimikas.
komt daar goed voor. Ja, dat is een grote kans ook meteen. Hij nu de tweede spits geworden. Azaoui, nu ook Betje aan de kant is gehaald, staat hij naast Sol voorin. En dan kunnen we de debutant bij AZ in de ploeg zien komen. André Mihalik, de Tsjech, die kwam als spits of vleugelspeler. Kan eigenlijk overal voorin wel spelen. Zo zijn de verhalen. En Mihalik en komt vervolgens voor Idrissi. Combinatie door het centrum is goed. Het schot wordt nog net gepakt door Brandenhorst. De linksback die meekomt van overheen. Laat Aujan uiteindelijk dan ook maar schieten, want die staat er toch ook wel goed voor. Nog net de vingertoppen van Matthijs Brandenhorst. Dit zou kunnen. Ja, daar is er in ieder geval een moment. Hoek heel lastig. De poging zeker niet slecht. Nou, zelfs die 3 minuten extra zijn voor Wiedemeijer niet nodig. Ja, hij was de uitblinker in de eerste helft. Creëerde veel, scoorde 1 keer, gaf een assist. En in de tweede helft heeft AZ heel makkelijk die 2-0 voorsprong kunnen verdedigen. Maar je verwacht toch ook meer van de thuisploeg. Op het moment dat het eigenlijk moet in de jacht op doelpunten. Maar er gewoon helemaal niets van komt.